ontdekken. Weet je hoe lang het... Oh, ik kom een wild snubbel tegen. Snubbel? Die is zeldzaam, hè? Hey, kijkers van mijn kanaal, dit is Sturms. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe Pokémon. En Pokémon doe ik natuurlijk niet alleen. Pokémon, dat doe ik samen met de enige echte... What the fuck? Daar gaat hij weer. Wordt gewoon weer uitgetiefd. Ja, hij doet het nou wel weer. Ja. Nou, maar op hoop van zegen doen dan? Ja, ja. Oké, komt hij, ja? Ja. Hey, kijkers van mijn kanaal, dus Durms. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een splik, 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 splik,
Ik splinter. Ik splik jou, jongen. Ik zal jou eens even splikken. Ik hoek jou. Holla. Hey, niet zo rassisch, hè. ik ga even Lars proberen in te halen, want hij heeft toch wel een super groot voorsprong. Yay! Ja, dat is niet leuk meer gewoon, hoe ver jij bent. Vincent is een noob. Oh, nou ik toch hier ben, misschien dat ik nog wel even meteen de volgende badge kan halen. Ik ben toch op dit andere eiland. Echt? Natuurlijk, maak het uit. Let's do this shit. Oh nee, je gaat het er niet menen, hè. Ik ben er nou toch. Alleen Eevee die staat wel vooraan, dat is een beetje een probleem, want het is een vechtgym. Oh. Dus Pharaoh, doe je ding. Arme Vaco. Ah, dat valt allemaal best wel mee, ik ben even hoor. Met Birdkeeper Toby aan het vechten. Oh, hij heeft een Doduo. Oh. Wat een feest. Oh, Doduo. Echt een Dodo. Hey, zou... Even kijken, hoor. Als ik nou zo kijk, hè. Mm-hmm. Als je een... Je hebt een Dodo, maar ja. Een Doduo lijkt niet echt op een Dodo. Of ook geen duo nee. Van een Dodo. Wat de fuck is dan... Wie heeft dan Doduo bedacht? Maar hij is een duo. Ja, dat snap ik. Maar waar staat Do voor dan? Ik denk toch voor Dodo. Het is een loopvogel. Ja, dat precies. Maar hij lijkt niet op een Dodo. Nee, precies. Doduo. Dodo. Misschien hebben we het eens een keertje op moeten zoeken. Er zit vast wel een of andere rare redenatie achter. Nee, nou, zo zat ik ook. Alleen ja, welke? Iets niet helemaal. Hmm. Ik vind Dodrio, die vind ik ook wel verbaasd. Die hebben altijd ruzie met zichzelf. Ja, echt hè? Beetje zoals ik ook. Ik heb ook altijd ruzie met mezelf. Ja, waarover heb je altijd ruzie met jezelf? Ja, over alles. Of dat ik nu wel of niet moet gaan poepen. Of dat ik nou melk of chouderans voor mijn ontbijt moet hebben. Het is elke keer vechten. Het is echt verschrikkelijk. Vervelend. Ben je al met de badge in gevecht? Ja, joh, ik ben ondertussen die hele gym aan het uitmoorden. Echt? Ja joh, ik heb al 4 Pokémon's afgemaakt. Ik heb nog geen 1 HP schade. Oh nou wel, want Machoke die gaat klappen geven. Oh nee, Machoke doet leer, sukkel. Jij bent echt knijtershard onderweg. Dat is echt niet leuk meer. Hihi. Alleen het scheelt, mijn Pidgeotto is sneller dan de Doduo. Dat is mooi. Maar je gaat toch geen Doduo afmaken met een Pidgeotto, of wel? Jawel. Ik wil Pidgeotto omhoog hebben. En Pidgeotto is nu level 19. Dank u wel. Je moeder wou het anders omhoog hebben. Oh, ja, dat is zo slecht met die kutgrapjes van je. Slechte grap, slechte grap. Go Flavi. Kill those bitches. Doe je donderding. Oeh, Hitmonchan. Hitmonchan. Ben jij al ziek geweest trouwens? Ziek? Ja, nu de winter een beetje er weer aankomt. Ja, maar zouden het niet de man ziek zijn is voor poesies. Ja, sorry, ik kan er niks anders van maken. Fysiek, jongen. Ja, kan je het niet horen? Hashtag beterschap. Dank u wel, dat vind ik aardig. Heb je alleen een kut aan, maar... Hoppatee, Flavi killt die Doduo in één klap. Kijk, doet hij even. Hoppatee. Blackbell's lauw. Yeah, echte 576 doekoe. Oh. Heeft hij allemaal doekoe, G? Even kijken hoor, volgens mij moest je hier toch overheen. En dan kon je hier zo... Oh nee, fuck. Ik ben echt helemaal de weg kwijt. Ah, oh, Vincent, het is verdwaald, sukkel. Waar ben je? Ja, hier. Je bent toch naar het westen gegaan, of niet? Ja. Alleen, ik moet even die weg weer gaan ontdekken. Weet je hoe lang het... Oh, ik kom een wild Snubbull tegen. Snubbull? Die is zeldzaam, hè? Gaan we pakken? Weet niet. Die kom je niet zo 1, 2, 3 tegen in het wild.
Nee, maar Granbull is ook niet zo'n hele sterke Pokémon. Maar hij is wel fucking cool. Hij ziet er wel heel tof uit. Hij is wel cool. Alleen, ja. It's soup! Nee, ik ga het toch niet voor Snubbull. Ik denk het niet. Nee, deze moet gewoon dood. Nee! Lars' connectie is weg! Lars is er weer! Yay! Echt zo raar tegenwoordig dat Skype zo aan het poepen is. Ja, gaat lekker met die Skype. Ja, Skype is echt heerlijk bezig. Als iemand de Nobelprijs wordt te winnen... Oh, ik kom weer een Snubbull tegen. Dan zou het toch wel Skype moeten zijn. Ja, Skype moet echt de Nobelprijs voor grootste faal echt de afgelopen 25 jaar krijgen. Ah, ik vind hoe moeilijk kan het zijn om een systeem te ontwikkelen wat gewoon niet crasht? Ja. Gewoon niet, weet je? Oh, ik kom een oude man tegen. Baoba heet hij. Oh, what you're holding is what they call a Pokédex. Haven't seen one in this age. Oh, wat hij wil dat ik naar de safari zone kom. Oeh. Kijk bij de safari zone. Ja, in Glenwood. Glenwood? Ja. Cyanwood. Do you want to register? Ja hoor, register me maar. Deze gymleader is altijd aan het vechten om zijn waterval. Maar nou niet meer. Versus Chuck. Ik zie allemaal Milktank. Milktank, Milktank, Milktank. Oh, weet je nog hoe verschrikkelijk het was om tegen Milktank te moeten vechten? Nee. Herinner je dat niet meer? Ja, nou, dat wel, maar... ik word aangevallen door... Pokéfan Dirk. En Dirk heeft een Pikachu! Ook van Dirk is wel een baas, hoor. Ja, Dirk is echt een baas. Alleen, hij doet Thundershock op mijn fucking Pidgeotto. En die had ik als eerste Pokémon. Alleen, ik vind het altijd stom om Pokémon's te ruilen. Ja, je hebt er in de game sowieso niet zo heel veel aan, hè. Ah, fuck jou, Primeape. Ah. Doe Razor Leaf op gras. Dat werkt. Poliwrath. Doeg, Pikachu. Ja. Daar kun je niet tegen, hè? Nee. Bayleaf maak ik in één klap af, jongen. Doeg, Dirk. En je kind op je rug met je Pikachu. Oh, dat is zielig. Let's be friends. Let's chat about Pikachu and Slowpoke and a Tentacruel. And the kids of other Pokémon. It will be fun. Can I get your phone number? Nee! Niet? Nee. Mag hij niet zijn telefoon? Dat is toch gemeen, Vincent? Sorry, iets bij me. Oh, ik ben in Olivian City! Woehoe! GG. Ah nee, moet ik nu serieus met Ronald vechten? Ja. Ah, poep. Lekker met Ronald vechten, dat is toch goed? Had ik niet had ik niet verwacht. Hey Vincent, heb je een poetsdoekje voor me? Wat dan? Heb je de badge? Ik kan mijn vijfde badge op poetsen. Heb je hem? Ja. Echt? Ja. Nee. Player defeated. Leader Chuck. Heb je hem echt? Yep. De Storm Badge. Dat is toch de vijfde al? Ja. Eigenlijk de zesde, maar ik neem hem meteen maar even mee. Huh? Waar haal je de vijfde dan? Of is Chuck de vijfde? Die is van... die ligt in... hoe heet die stad aan de overkant van het water. Maar dit is dus de zesde nu? Volgens mij is dat de zesde, Jim. Kijk eens in je badgeboekje dan. Oh nee, dit is de vijfde. Jawel, hè? Ja, had ik het toch goed. Daarna Jasmine. Maar ik deed vroeger altijd eerst Jasmine en dan deze gozer. Oh ja, nou ja, het verschil maakt niet uit als je ze alle acht maar hebt, toch? Ik heb Fly gekregen van die mevrouw. Oh, bitch. Krijg je die van de poker? Van de trainer? Van de van de vrouw van de gymleader kreeg ik die. Oh ja, daarnaast, hè? Die staat er toch naast of zo ergens? Ja. Oh, jij bent echt een flikker. Je loopt fucking ver voor. Laten we die eens eventjes aan Pharaoh leren. Heb je al Surf? Ja. Waar heb je die gehad dan? In Olivine City. Of in dat spookstadje. Maar die heb jij ook. Ik heb Surf volgens mij nog niet eens. Jawel, jij moet Surf hebben. Anders kom je niet verder. Kan ik ook met de lift naar de top? Nee, je wel weer naar beneden. Lighthouse elevator going up to Lightroom. Ja hoor, hij gaat gewoon omhoog. Ja, maar die deur zit dicht. Ik heb het terug naar beneden. Echt? Ja, fuck jou. Dat werkt niet. Zo slim waren zij ook wel dat ze dat afgesloten hebben. Die deur die gaat pas open op het moment dat hey, die... trut! Ik sta voor de deur! Oh, ik heb wel een Pokéball gevonden. En in deze Pokéball zit een Super Potion! Feliciteer, G.
Wat vervelend dat ik haar niet kan killen. Oh, ze heeft een Ampharos. Ja, een Ampharos. Oh, Lars, je valt weer weg. Ampharos is ziek, net zoals jij. Oh, daar ben je. Ziek. Would you like the rest of... Oh ja, dan moet je die potion halen, toch? Lars? Oh nee, Lars gaat weer weg voor alle mensen. Het is echt hopeloos, Skype, om te janken. Maar waar haal je die potion dan? Aan de overkant van de zee. Oh ja. De secret potion. Ben je daar al heen geweest dan? Nee toch? Ja, ik ben al weer terug. Ben je al aan de overkant van de zee geweest? Ja, ik ben weer terug in Olivine City. Ik ga nou die potion aan het beest geven. Oh zo, ja. Oké, ik snap je. Oh, je bent erheen gevlogen zeker, of niet? Nee, heen gevaren. Oh, meen je dit serieus? Ja, en teruggevlogen. Oh, Jesus Christ. Wat heb je een fucking voorsprong. Yep. Kan je niet gewoon even 2 afleveringen niet meedoen? Oh, dat kan. Ga ik 2 afleveringen lang uit mijn neus tevreden. Met webcam erbij. Ja, gezellig. Oh, maar ik heb mijn haar niet gekamd. Je gaat wel heel snel, ouwe. Yep. Ik heb dat beest ondertussen is weer beter, hoor. En dan gaat zij weer naar haar eigen eilandje toe? Nee, dan gaat zij naar de gym en dan ga ik voor de volgende badge. Ja, dat bedoel ik. Op haar eigen eiland, hè? Nee, ze is gewoon in... Ze woont hier. Hè? Ze woont gewoon in de stad. Ik snap er echt geen fiets meer van. Je hebt de badge gehaald aan de andere kant van het water. Ja. Ah. Maar dat is dus badge 5. Dat is badge 5. En nu ga ik weer terug naar de stad met de zieke Ampharos. Daar ben ik nu. En dan ga ik nu de badge nummer 6 even ophalen. Maar je bent die toren ook al in geweest van die Ampharos. Ja, al lang. Daar kom ik nou weer uit. Maar dan moet je toch eerst al die Pokémon trainers daar verslaan? Of heb je dat in de vorige aflevering gedaan? Dat heb ik in de vorige aflevering gedaan. Jesus Christ, wat loop je hard. Oeh, de Safari Zone is open. Cool. Oh. Oh, damn Lars, je gaat veel te hard. Yep. Dat is niet leuk. Oh, je bent veel te ver. Oh, nee. Je moet een beetje inlopen, de Sherms. Dit gaat niet zo goed op deze manier. Nee, dit gaat niet goed. Oh, maar ja, jij hebt een veel snellere voorsprong gehad, hè, met je fucking Kulava, bitch. Ach, houd toch op, man. Houd toch op, man. Heb je meegekregen hoe ik heb lopen stunten bij... Hoe ja, dat was echt... Ja, dat heb ik zeker meegekregen. Bij de grasbadge. Dat was hartstikke lollig. Ja, inderdaad. Super lollig. En toen ging je vervolgens in je lopen falen bij Whitney. Ging het ook best goed. Alhoewel, jij deed bij Whitney beter dan ik, hoor. Ja, alleen ik had jou nooit moeten vertellen over die fiets. Nee, toen ging het inderdaad mis. Dat is zo ik was stom. Die fiets vergeten. Ja, en ik was degene die juist die fiets had. Dan van, yeah! En toen zei ik van, uit je fiets al. Kut, nee, had ik niet moeten zeggen. Oké, daar gaat hij. Versus Jasmine. Sailor Hey, send a Poliwag. Ook hoe die heet. Sailor Hey. Hey. Sailor, Yui heet hij. Hey. Yui. Oh, ik wil ook een Poliwag en dan een Poliwrath. Magnemite. Nee, stop. Dit gaat op best wel een probleem worden. Haar zwakste Pokémon is 5 levels sterker dan die van mij. Oh ja, je haalt hem echt wel. 100% zeker. Dat heb ik ze net nog niet, hoor. Alleen, nu doe ik een voordeel. Hè. Ik heb een Bayleaf straks. Yep, maar daar heb je geen ene kut aan tegen staal Pokémon. Ah! Dat is waar, maar dan heb ik alsnog wel weer een andere Pokémon liggen. Dit is Magnemite, jongen, G. Poliwhirl! Oh, ik vind dat zulke coole Pokémons, hè? Die Poliwrath, Poliwhirl, Polidingen-serie. Lars. Staryu, go get him. Oh ja, je hebt de Staryu, is ook zo. Ja, maar die is pas level 20, die is echt totaal niet getraind. Zwaar underleveled en hij moet nou tegen een Steelix. Van level... 35, 15 levels sterker. Oh, oh. Dit gaat echt helemaal mis. Mijn Kulava is 10 levels zwakker dan zijn Steelix. Sukkel! Yeah. Blijf daar maar lekker kutten, joh, voor je 4 afleveringen of zo. Dan hou ik je wel een beetje in. Ah, oh, doe je best. Staryu sloopt hem! Echt? Medical hit! Oh! Nee, echt? Ja, hij is in het oranje. Hij doet nou wel zijn badge weer.
Steelix mist als Staryu nu weer een critical hit heeft. Dan sloopt een level 20 Staryu een level 35 Steelix. Lol, dat zou fucking harde GG zijn. Nee, doet hij toch niet. Maar nou zal ze waarschijnlijk... Maar nu zal ze waarschijnlijk... En daar hield het op, mensen. Die Cuprock... Ja, dit is echt poep. Skype is echt aan het poepen. Zie je? Dan gaan we Lars weer opnieuw bellen. Het hoort er allemaal bij. Hey Lars! Hallo! Daar ben je weer. Wat zei je nou? Oh, ik zei dat die Steelix een Hyper Potion opvrat. Ja. Stom klote beest. Ja, dat is vervelend. Arme Lars. Arme Lars. Best wel een beetje, ja. Lang leven de proxy. Nou, ik dacht hem eruit gegooid had. Ja, hij is er ook uit. Sandstorm, hoerenbeest. Echt, wat een gedoe man met dit geskype. Jup, volgende aflevering pakken we gewoon Teamspeak. Ja, gewoon Teamspeak. Dat gaan we niet moeilijk doen of zo, maar dat is gewoon zo. Ja, en dan kan het zijn alleen dat de Pokémon geluid er onderweg is. Dat zou wel jammer zijn, maar ja. Ja, dan maken we zelf een Pokémon geluiden. Ja, ga jij mijn Pokémon geluiden maken. Oké, okay, is goed. Welke Pokémon moet ik doen? Snorlax. Snor. Snorlax. Schiet op. Maar Snorlax schiet nooit op, hoor. Oh, ik heb de TM Swagger! Swagger moves! Echt voor de king is dit, jongens. Echt shit voor de king. Yep. Okay, waar de fuck gaat het hier fout? Dat weet ik niet. Ja, ik moet die trap omhoog. Alleen hier gaat het ergens fout. Level 20 Staryu sloopt level 35 Steelix. Staryu, je bent een motherfucking baas! Heb je nou alweer een badge? Nee, er moet nog één Magnemite. Maar dan pak ik inderdaad gewoon de volgende badge even mee. Echt, ben je serieus? Ja, tuurlijk. Je hebt gewoon nu de volgende badge. Bijna. Ik moet nog één Staryu of Magnemite in elkaar trappen, maar dat komt voor goed. Low kick! Schop die Magnemite helemaal in elkaar, Sudowoodo. Nee. Doe het niet. Doe het niet. Oh, dat heeft niet zo heel veel nut. Maar vooruit. Heb je nou een nieuwe Pokémon gevangen? Nee. Oh. Nee. Stomme nee. Pidgey doet Whirlwind. Vulpix. Een stomme Pidgey. Vulpix, zet dan maar Pidgey in brand. En brop zijn bakkes. En hij doet weer Whirlwind. Wat een kut pitje is dit. En ik krijg nu... Flavie weer. Nou, Flavie is mooi geweest. Ram, damp, die hele kutvogel naar de malle moeren. Maak er een plofkip van. Boem. En heb je de badge? Nee, nog niet. Ah, sukkel. Sukkel. Hé, een beetje respect voor mij. Loser. Ah, oké, je staat wel echt heel ver voor. Steel will hang on to the very last. Ah, arme Magnemite, sloop mijn Staryu. Dat is niet relaxed, Magnemite. Tuurlijk. Maar Koele Avond maakt het af, denk ik. Oh, ik hoop het niet. Ik hoop dat je gaat falen nu. Flame Wheel, Koele Avond. Burn the motherfucking Magnemite. Heb je Ampharos al gekillt dan? Ja, lang. Ja, die heb ik genezen. Heb je de polijst spul weer even voor me? Wat dan? Je hebt je badge. Ja, badge erbij. Player defeated leader Jasmine. Jij bent echt heel erg. You are a better trainer. Dit is dus nu badge 6 al, hè? Ja. Falconoff received the mineral badge from Jasmine. Oh, dat is echt niet aardig. Het probleem is, ik ben nu echt wel zwaar underleveld. Echt zwaar underleveld. Mijn sterkste Pokémon was 4 levels onder die van haar. Welke Pokémon was dat dan? Pharaoh, die is level 31. Dat is mijn sterkste. De rest is allemaal heel erg underleveld. Hahaha. Hey, niet lachen. Hahaha. Ze flikken het wel anders hoor. Oké, hoor.
toevallig. Wees trots op je Pokémon. Ben ik ook. Vooral op Staryu. Vooral op Staryu. Oh, Staryu, je hebt het zo goed gedaan. Oh, nou Lars, ik denk dat we gaan afsluiten voor vandaag. Ik krijg vanavond even een speciale behandeling. Ik denk dat we gaan afsluiten. Is goed, prima. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Pokémon. Vond je dit leuk? Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. Te abonneren op mijn Vaco-vriend. Zeg tegen jullie tot de volgende keer. En zoals gewoonlijk zeg ik altijd, ciao! Yo!